President Chandrika Prasad Santokhi heeft diaspora-bedrijven opgeroepen om in te spelen op de herstelde relatie tussen Nederland en Suriname. Dit deed het staatshoofd op het gisteren gehouden Business Forum Nederland-Suriname, welke gehouden is in Studio Beeld en Geluid in Den Haag. Santokhi haalde aan dat er tal van uitdagingen zijn in Suriname, waarop het diaspora-bedrijfsleven in Nederland kan inspelen. Zo moeten er investeringen komen in de toerisme sector van Suriname. COVID-19 is een uitdaging. Maar we gaan langzaam richting post-COVID. Anderhalf jaar lang met een stilstand van toerisme. Weet u wat dit gaat betekenen? In de toerisme sector zijn we al daarop voorbereid. Aan beide kanten. Om dit goed te gaan ontwikkelen. Want die samenleving wil op reis. Die samenleving wil weer op vakantie. En de mogelijkheden zijn er. Maar ook in de agrarische sector. De ontwikkeling wat jullie hier meemaken. In de agrarische sector en bij de veeteelt. Met de problematiek rond de stikstof. Nou, daar is er Suriname. Met enorm veel agrarisch land, vruchtbaar land, om met uw partner daar zaken te gaan doen en toch de markt hier in Europa en uw markt te kunnen bedienen. Maar tegelijkertijd werkgelegenheid stimulerend, productie stimulerend. Want dat is wat ik nodig heb. De demissionaire Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Thomas de Bruin, haalde aan dat de diversiteit van de deelnemende bedrijven aan dit businessforum aangeeft dat er een brede behoefte is om investeringen in Suriname te verkennen. Een goed ondernemersklimaat in Suriname blijft cruciaal voor een goede handelsrelatie. Suriname is daar dus inderdaad ook aanzet en het is van groot belang dat we de kansen die geboden worden ook kunnen verzilveren. Er zijn kansen voor ondernemers om zaken te doen en te handelen duurzaam, groen en inclusief. Ik zie voor de duurzame ontwikkeling van de Surinaamse economie veel mogelijkheden, met name in de landbouw en de veeteeltsector, vanouds een sterke sector in de Surinaamse economie. En natuurlijk ook het toerisme, met name ecotoerisme, biedt grote kansen en mogelijkheden voor samenwerking, evenals op het gebied van infrastructuur en natuurlijk duurzame energie en outsourcing. Dit businessforum tussen Nederland en Suriname is de tweede welke is gehouden sinds het aantreden van deze regering. Tijdens deze aangelegenheid heeft president Santokhi ook aangegeven dat de Surinaamse regering in 2022 een summit wil organiseren met haar buurlanden, waar de focus zal worden gelegd op het creëren van een economische zone door de hele regio.